Noël die pakt straks de bus en dan gaan we gewoon checken waar die heen gaat. We hebben gewoon geen idee waar die bus heen gaat, we gaan hem gewoon volgen. En zijn telefoon is leeg. Hey, we moeten dus wel met de auto, hè? Anders zijn we die bus straks al kwijt. Oké, let's go. Hij moet hierin zitten. Leeg bus, niet veel mensen. Zat hij erin? Ik zag het niet. Hij ging toch achterin een beetje zitten? We zijn hem echt kwijt. Nee, dit is een hele andere bus, bro. Knol, power! Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik ben hier samen met Noël en ik ben hier samen met Thijsie. Ja, waar. En wij zijn vandaag met de boys. Want Myron en Nienke die zijn weg naar het prachtige noorden. Myron die brengt Nienke weg. Ze komen later wel terug, tenminste alleen Myron. Maar dat betekent dus dat wij met de boys zijn. Happy. Boys daar! Testosteron! Maar wat gaan we doen vandaag? Ik heb er eens over nagedacht. Ik denk dat ik wat heb. Ja. Ik denk serieus dat ik wat heb. Ik weet niet of het open is. Ik kreeg van iemand een tip van wel. Lijkt me sterk. Maar we gaan er even langs rijden. We gaan het even checken. Dus we gaan vandaag lekker op pad. Let's go, baby. Dus ik zou zeggen, fris je straks even op. Ja, we lekker mannendag van maken, boys. Ja, toch? Sowieso. Mannen, mannen, mannen. Hey! Hey! Ja, dat is dus vreemd. Ik weet dat het maar 6 dagen is, maar waarom staat hij in de vlogkamer? Hé, hey, maatje. Noël, kom nou. Enzo is al beneden. Ja, die is al beneden, gast. Ik sta er helemaal niks van, hè. Dat is zo'n vreemd beeld. Ja. Waar is de vlogkamer? Oké, let's go, boys. Nog even nakijken, zo van. Hey, lifter, hey. Twee Fiesta. Twee Fiesta. Twee Fiesta. Eén, dat is één. Eén of mij. Tot de drie of? Nee, ze zijn al klaar. Oh, 1-1, staat 1-1. Ja, dit is wel een goede vraag. Want dit is vaak een verwarring met steen, papier, schaar. Want het is het best out of 3. Dus de beste van de 3. Dus als je dan 3 potjes hebt gespeeld, komt er een winnaar uit. Of is het wie het eerst bij de 3 punten is. We doen wie het eerst bij de 3 is, ja? Ja? Dat is leuk, hè? Oké. Oké, steen, papier, schaar. Oeh, heb je geluk dat de eerste bij de 3 punten, anders had je nu verloren. Ik ga nou helemaal afslachten met 2. Kom maar. Steen, papier, schaar. Oké. Weet je wat het mooi? Ik kon gewoon voorin gaan zitten. Ik kom met de spel aan. Dat is het mooiste. Dat Thijs kwam zelf met dit idee. Hé, hey, Noël, steepje schrijf je voor je mag zitten. Hij liep al als eerste. Oh, zo goed, hè. Oké, dan gaan we, dames en heren. Dit wordt mijn eerste ritje met mijn nieuwe stuur. En dat zou ik nog even aan jullie laten zien, maar... Oh, wat is die mooi, dames en heren. Wauw, ik moet nog even naar buiten rijden. Dan heb je wat daglichten op, maar echt zo nice, het nieuwe stuur. Kijk, nu komen de echte kleuren een beetje naar voren. Kijk hoe super clean dit is. Echt niet normaal. Zo ontzettend lekker dit. Wauw. Dit was dus ook toen ik hem nieuw kocht, dat dit erop zat, dat suede. Alleen, stuur was kapot. Dus toen kreeg ik een tijdje een leenstuur van een demo model. En nu heb ik gewoon weer een gloednieuwe. Super nice. Echt ontzettend blij mee. Zo strak weer. Ongelooflijk. En dan heb ik ook gewoon geluk dat de rest natuurlijk ook nieuw is. Dus de toeter en alles. Dus alles is weer helemaal fresh. Ik heb een nieuwe toeter. Ik heb een nieuwe toeter. Ja, als ik nu hierop druk, je check hoe raar dit is. Wow. Dat is raar, hè? Dat ging open. Let op, ga ik nog een keer erop drukken. Check hoe raar geluid het is. Dat is zo vreemd. Toeter is gek, hè? Dat is niet normaal. Jij begrijpt het nog niet. YouTube live. Ja. Cool. Jawel. Dat is waarom ik voorin moet zitten. Anders krijg je dit ontkomen. Komt hier nog een keer voor de laatste keer. Check. Als ik op de toeter druk. Wow. Holy shit. Zo vet, hè? Wow, niet normaal. Hey, zie ik daar naar Spider-Man? Oh my god, Spider-Man! Wow! Alles goed met jullie? Ja. Ja? Hebben jullie allebei knoppen aan een mondkapje ook? Wat gaaf, zeg. Wil je even een selfie maken? Ja. Ja? Wat ben jij mooi als Spider-Man? Wat cool. Kijk eens aan. Alsjeblieft, hè. Hey, doeg. Zo, dat was schattig, hè? Dat was echt schattig. Het eerste wat wij gaan doen vandaag met de mannen is koffie halen. Boom!
Jij schrikt zo snel? Dat is echt niet normaal. Wat heb jij ooit meegemaakt waardoor je zo snel schrikt? Dat is echt mijn bizar. Mijn zus heeft ook. Ja? Ja, die kan ik echt... Dan moet je zus ook een keer even langskomen. Die wil ik ook even laten schrikken. Wat? Ja, gewoon om te laten schrikken hoor. Ja, tenzij zij meeuw, weet je wel. Gewoon... Wat is het zo? Even een grapje met de boys. Dan kan maar anders doe ik het wel. Zo, het is druk vandaag. Ik hoor iedereen enzo. Wat heb jij een mooie hoodie aan? Super nice. We hebben allebei knoppen hoodie aan vandaag. Hey. Huh? Jij hebt ook een knoppen hoodie aan. Hey, ben je ook een fan? Hi, alles goed? Ja. Ga maar zwaaien. Hi. Hebben lekker koffietje gehad met de boys. Mannen, hey. Proost op vandaag, mannen. Mannen. Hey! Leuke dag vandaag. Die moeten we echt gaan upgraden hoor, want dit kan echt niet. Boys, dat was echt mannelijk, koffie halen. Ja. We gaan nu nog iets mannelijks doen, maar voordat we dat gaan doen, wil ik even vertellen dat ik zo'n leuk kerstcadeautje voor jullie heb. Niet normaal! Dat was niet mannelijk. Serieus? Nee, dat was niet mannelijk. Oh, vet. Als ik daaraan denk, dan word ik zo blij. Dan word ik zo gelukkig. Gewoon, ik kan niet wachten op jullie reactie. Wat denk jij dat je gaat krijgen? Weet je trouwens wat echt freaking grappig was? Bro, dat was zo hilarisch. Ik zei tegen Noël, Noël, tijdens die lockdown kom je bij mij. En dan zijn we met z'n allen in huis houden. Dan gaan we chillen, gaan we leuke dingen doen. Maar ik zit nog even een beetje na te denken over leuke ideetjes. Heb jij nog iets, een leuk idee wat we kunnen gaan doen of zo? Weet je wat hij zegt? Straaljaar vliegen. Wat straaljager vliegen? Straaljager vliegen. Ik zeg bro, ik zeg straaljager. Gewoon iets wat ook nog mogelijk is. Wat nog geregeld kan worden of zo. Straaljager vliegen. Ik zo, wat? De meesten zeggen badballen maken of tie-dyen of knikken. Weet ik veel. Ja, gewoon random shit. Hij komt met straaljager vliegen. Ik zat echt zoiets van, wow, yo, dat krijg ik gewoon niet gefixt. Maar goed, heb je nog iets anders wat je wel wil doen? Of wat wil je voor kerst? Als ik jou iets kan geven, wat wil je graag hebben? Dat is moeilijk, hè? Want je wil zeg maar niet te duur, want je wil niet verwend overkomen. Maar eigenlijk wil je gewoon zeggen, wil gewoon die Gucci pet. Gucci petje? Nee, dat wil je niet. Dat is niks voor jou. Nee. Ja, ik weet niet. Gewoon, ik vind het zo ook al leuk. Ja, ik weet wel iets. Ja? Ik heb net mijn rijbewijs, dus een auto zo. Ja, iedereen een auto. Ja, oké. Okay. Nou, is goed. We gaan zien wat de kerstman geeft dit jaar. Ja, toch? Vliegtuig. Straaljager. wat wil je eigenlijk laten worden, Noël? Straaljager. Vliegen. Nee, maar even serieus. Ik bedoel... Ja, vroeger wou ik altijd piloot worden. Dus ik was ook altijd bezig met zweefvliegen. Dat vond ik altijd super vet. Okay. Maar als je mijn kamer ook binnenkomt, ik had toen allemaal foto's. En op mijn Insta staat ook nog over een foto dat ik vliegtuig aan het besturen ben. Vliegtuig aan het besturen bent? In zo'n simulator? Nee. Heb je dat wel eens gedaan, zo'n vliegtuigsimulator? Ja, dat wel? Ook. Ja, dat was echt vet. Maar ik heb voor... Ik wist precies wat er gebeurde. Hij laat zijn telefoon vallen. Precies in dat randje daar. Precies daartussen. Hij laat precies daar zitten. Got him. Back, baby. Nee, maar ik denk dat het wel leuk is. Als jullie vragen hebben of zo voor Noël of Thijs om ze beter te leren kennen. Dan kunnen we misschien wel een keertje met z'n drie een Q&A opnemen of zo. Dus als jullie vragen hebben, ik zou zeggen laat weten in de reacties. En dan kunnen we dat misschien een keertje beantwoorden. Ik zal misschien de meest gestelde vragen al eventjes beantwoorden voor jullie. Noël, ben je single? Ja. Oké. Okay. Thijs, ben je single? Oké, dat is sowieso een vraag die ik al veel voorbij heb zien komen. Maar jullie blijven van ze af, want ze zijn van mij! Zo. Wow. Dit is wel echt even een dikke wagen. Hey, eerlijk? Ja. Dit is mijn droomwagen, man. Ja, serieus? Ja, no joke. Maar kijk ook die rode lijnen op die velgen. Wow. Ja, echt gruwelijk auto, hoor. Maar ook die rode lijntjes zo om die velgen, zeg maar. Deze is helemaal nieuw gespoten, alles. Ik bedoel, check eventjes die velgen ook. Echt clean, hoor. Maar is jouw lievelingsauto thuis? Ja, man. Ja, is goed om te weten voor kerst. Is jouw auto voor jullie? Hele dikke wagen. Maar heeft dat nou ook echt dik geluid? Heb je nog iets aangepast aan de uitlaat of iets? Of is het echt standaard? Ja, kunnen we dat horen? Let's go. Dat is wel bruut. Je hoort het een beetje grommen. Ja, hè? Maar het is niet dat klapperig. Nee, het is geen peng, 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 peng. Lijp, hoor. Ja, het heeft wel heel lijp, hoor. Het heeft wel echt. Ik vind deze vorm zo vet. Ja. Hij gromt een beetje, hè? Ja. Het is wel echt vet, hoor. Het is wel echt heel anders, want deze klettert een beetje, zeg maar. Ja. Echt dat kletterende en die is echt meer dat grommen. Ja, dit is typisch AMG, Mercedes. Ja. Ah, okay. Hetzelfde bijna. Nou, gruwelijk man. Hey, fijne zondag nog, hè. Rust. Even 1 seconde even zo. Hé, hey, luister dan. Is je dochtertje toevallig bij jou? Kan me niet vertellen dat je net zo'n laatje hebt. Hey! Even lachen. Alles goed met jou? Ja. Ja? Had je niet verwacht dit? Nee. Nee, in één keer Enzo knol op je beeldscherm. Ja.
kijken. Was je mijn filmpje aan het kijken? Ja. Ja, superleuk, hè? Blauw duimpje omhoog voor jou, hè? Ja, dat is echt super tof voor jou. Super chill. Helemaal top, man. Gruwelijk. Ciao, ciao. Hey, dankjewel. Hey, gruwelijk, man. Hey, fijne zondag, hè. Hey, doei. Yo. Dit soort dingen vind ik zo goud. Ja, gewoon blij die vader ook hoort dan. Zo, dat is niet normaal, hè. Hij was zo blij voor zijn kind. Ja. Wat ik gruwelijk vind, is dat je dan... Je ziet zeg maar een auto. Je gaat gewoon even checken. En uiteindelijk komt dit eruit. Ja. Terwijl je gewoon alleen even bij een auto kijkt. Ik vind dat zo vet. Dat is echt leuk. Echt mooi. Hey, maar dat was wel mannelijk, hè. Ja, dat was echt... mannen. Gaan de toekomst vlammen. Hey. Come on. Oké, dan gaan we nu naar een andere locatie, dat is ook heel mannelijk. Hoor je dat grommen? Dat is weer typisch AMG Mercedes, hè? Er rijdt nu een Mercedes voor ons, een Brabus variant. Als het goed is dit zeg maar een Mercedes, maar is de Brabus zeg maar de bodykit die erop zit. En dat zie je ook aan de achterkant Brabus in het zwart. Maar dit is niet echt weer dat geknetter wat ik heb met mijn auto, maar het is wel echt dat grove geluid. Even broodje halen met de boys. You know how we do, baby. Yes. We wilden dus met z'n drietjes naar het hertenkamp toe gaan. Dat is ontzettend leuk. Het is gewoon gezellig. Even genieten van de diertjes. Maar ik heb nog nooit zoveel mensen bij het hertenkamp in Zeist gezien. Dat was niet normaal. Dat was gewoon een hele file aan auto's. Dat was ongelooflijk. Met ook superveel kinderen. En hoe leuk ik het ook vind om jullie te ontmoeten. Maar het was niet echt een chill moment. Sowieso niet echt in deze tijd om een fanmeeting te hebben daar zo. Dus we zijn maar gewoon door gaan rijden. En we hebben hier eventjes, ik weet geen eens waar we zijn. Het is geen Soesterberg waar we zijn. Maar we zijn hier ergens, ik weet niet waar, in een dorpje. En we hebben hier gewoon even lekker broodje gehad. Hij neemt zijn telefoon vallen in de prullenbak. Ligt jouw telefoon nu in de prullenbak? Nee, ik heb hem eruit gevist. Hey, hallo. Dat meen je niet. Het is wel lang geleden dat ik zo even heb gechilled in een bushokje, hoor. Wel even leuk, hè? Ja. Old school vibe. En we hangen bij het hokje. Dat je zo zegt in een groepsapp zo van, hey, kom vanavond chillen, hokje, ja? Iemand bushokje vanavond? Ja, dat. In Assen hadden we altijd blauwe huisjes. Dan had je twee van die blauwe huisjes, logisch. Maar dan zeiden we van, vanavond chillen, blauwe huisjes? Hey! Hallo! Gaan we een fotootje maken? Ja! Alsjeblieft, hè? Je neemt zijn box mee. Doei doei! Hey, ja, maar kijk, vroeger had ik gewoon anoniem bij bushokje, maar nu... Bushokje is populair, man. Ja, snap je. Bushokje is populair. Place to be. Ja, maar vroeger, serieus, hadden we echt een plekje, dat heet gewoon blauwe huisjes. En dan sms'en we elkaar. Toen stuurden we van die codetaal, weet je wel. Zeiden ze van, kom vanavond blauwe huisje chillen. Iemand BH, en dan was het blauwe huisje. Nee, taste test. Schaal 1 op 10, zeg het maar. 7,5. Oké, Noël? Ja, nu wel. Ja, ik geef mijne toch wel een degelijk 7,8. Ik vind hem lekker. Kipfilet, ja? Ja, heerlijk, met roomkaas. Warme geit. Vind jij lekker, hè? Dat vind ik lekker, ja. Daar kan ik echt van genieten. Lekker, boys. Goeie chops, come on. Oké, zo net was er een momentje dat ik hier naar het bordje liep. En dat ik aan het checken was van, oké, even checken wanneer komt de bus. Helemaal tijden, oké, hier zo, 16 uur, ja. Toen was ik aan het checken, toen zei ik, hey boys. Oh shit, daar staat ook gewoon een digitaal bord. Maar goed, over 2 minuten komt de bus. We zijn hier al iets van 25 minuten aan het wachten. Want hij gaat elke half uur. Dus we waren natuurlijk net te laat. Maar wat we gaan doen, het is een idee van Thijs. Alleen hij heeft zijn OV niet bij zich. Maar wat we gaan doen, is Noël heeft wel een OV bij zich. Dus Noël die pakt straks de bus. En dan gaan we gewoon checken waar die heen gaat. We hebben gewoon geen idee waar die bus heen gaat. We gaan hem gewoon volgen. Of niet. Hangt er vanaf. Je telefoon is uit. Je telefoon is uit. Maar dat maakt alleen maar mooi. Ja. Ik heb geen idee hoe die gaat verlopen. Nee, gewoon een avontuurtje met de bus. Ja. Is het gratis voor jou met de OV? Nee. Oh, maar... We gaan kijken hoe ver. Oké, is goed. Nou, we gaan checken. Noël gaat straks in de bus. We zwaaien hem uit, stappen wij in de auto, gaan we achter hem aan. En dan gaan we kijken waar hij heen gaat. Er staat 0 minuten. Er staat 0 minuten. Hoeveel saldo heb je? Genoeg? Come on. €5,65. Hij wordt daar gewoon uit de bus gekikt. Dat is zo mooi. Ja, omdat die saldo al is. Met een petje achterin. We laten nu de bus. Oké, doe de groetje aan de buschauffeur. Ciao, jongens. Hey, ciao. Ciao. Bro, goede reis. Hey, succes op school. Weer snel. Ja. Yo. Later. Gewoon doet hij ze ook. Ik zou dit niet doen. Check hem ook gewoon. Hey, kijk hem. Zo gewoon naar huis? Ja, we gaan naar huis. En zijn telefoon is leeg. Hey, we moeten dus snel met de auto, hè. We moeten dus snel met de auto. Anders zijn we die bus straks al kwijt. Oké, let's go. We moeten echt snel. Oh, waar is hij heen? Ik zie die bus niet meer. Die bus ook niet meer. Kut, hij heeft ook geen telefoon. Nee. Alles gaat mis. Oh, kut.
Oké. Ik heb geen idee waar die bus heen is. Ik denk rechtdoor. Lijkt mij ook. Je hebt ook niet gekeken waar die bus heen ging. Nee, wij renden naar de auto en ineens was die bus weg. Hij moet er wel rechtdoor en lijkt me niet. Ja, of hij gaat sowieso niet liggen. Daar is ook een bushalte. Ja, we kunnen hem gewoon niet bellen, dat is zo dom. Oh, misschien kunnen we die busroute kijken. Weet je nog welke bus? Ja, maar er stond wel op het bordje dat eindstation is Amsterdam. Of Amsterdam. Oh, ik dacht al, wat zeg jij nou? Nee, dat is Amersfoort Centraal Station. Okay. Dat is het eindstation. Dus als we hem niet vinden, moeten we daarheen rijden. Maar ergens. Daar wordt hij eerder uitgekikt, omdat hij geen saldo heeft. Dan weten we niet waar hij staat. Dan moet ik hier rechts of niet? Ja, pak er rechts. Nee, of naar links. Ja, nu heb ik ook van, dan zult het ook niet zo snel. Nee, hier staat Hilversum, dat klopt niet. Nee, er zullen ook nooit zo snel een bushalte bij elkaar staan. Nee, nee, inderdaad. Dus we moeten rechtdoor, we moeten weer naar rechts. Oké, nou wel, man. Kom eraan, maatje. Oh my god, dit is zo dom. Ik denk dat, dat ik het weet. Ja? Ja. Ik hoop het. Dit is zo geniaal. Wat je stel, maar hij wordt uitgekikt. Hoe komt hij ooit weer bij ons uit? Ja. Ik bedenk me dat nu pas. Hij heeft een lege batterij. Hij weet geen één van ons nummer uit hun hoofd. Hij kan niemand bereiken. En hij wordt er eerder uitgekikt. En wij gaan naar Amersfoort Centraal Station. Hij is er niet. Sowieso, dit is goed. Sowieso. Dit is weer zo'n afstand ja, van... Juist. Dit is de route. Maar wij hebben echt zo'n... Oh, flitsbal. Dan heb ik echt niks te doen in de coronatijd. Nee, ja, als je dit doet, ja. Hij denkt, kut, ik zie die Lambo niet. Ja. Hij is de hele tijd achteruit aan het kijken natuurlijk. Nee. Oké, de update is als volgt. We rijden al 5 minuutjes lang rechtdoor. We hebben nog geen één bus gezien. We gaan nu hier naar links. En ja, kleine kans dat we hem nog gaan treffen. We hebben ook alles tegen, hè? Merk je dat? Rood. Ja, alles. Maar weet je wat ook zo dom is van ons? Die bus reed aan en wij hadden niet eens in ons hoofd van we moeten achter die bus aan. Nee. Dat waren we alweer helemaal vergeten. Alsof we hem echt af moesten zetten. Wat zie jij daar? Ja. Ik zie een busje in de weg. Nu hopen dat het goed is. Dat zou zo grappig zijn. Ik denk dat hij zo blij zal zijn als hij ons ziet. Ja. 2 auto's rijden nog achter de bus. Weet je nog welke lijn het was? Lijn 75 of zo? Nee, ik heb lijn 70 geloof ik. Iets met 7 in de 56. Volgens mij is dit een hele andere bus hoor. Oh god. Nee. Volgens mij is dit een hele andere bus. Alles scheelt niet. Kom op, Noël. Je zit erin maar. Hij moet hierin zitten. Lege bus. Niet veel mensen. Zat hij erin? Ik zag het niet. Hij ging toch achterin een beetje zitten? Ja? Ja, ik zag niet echt iemand achterin zitten. Nee? Wel ik. Oh my god. Serieus? Ja, serieus. Nee, nu rijdt geen bus meer voor ons. Ja, maar misschien zit hij er wel in dat we hem net gemist hebben. Ja, dat kan. Die bus die moet ons van links inhalen. Want hij ging aan de rechterkant zitten van de bus. Ja, precies. Dus dan zouden we hem zo meteen moeten zien. Ja. Want misschien zit hij nu al voor ons en zijn tijd zit ons in. Okay, die bus rijdt nog achter ons. Er komt straks een rotonde. Een tweebaans rotonde. Daar kunnen we het heel mooi checken. Ja, inderdaad. Hij moet daar echt in zitten. Ja, we moeten hier echt in zitten. Anders dan. Geen idee. Anders moeten we naar station Amersfoort. Ja. Oké, ik denk dat ik eerst zelf even snel een rondje maak. En dan kunnen we daarnaast rijden. Niet misselijk worden. Ik zie ook nergens een andere bus. Oh my god. Ja, ja. Nee. Ik dacht dat ik 2 bussen zag. Maar dit is wel perfecte timing, ja, hè? Ja. Kijk, hier is de bus. Kijk. Noël. Ik zag hem niet. Nee, dit is een hele andere bus, bro. Weet je zeker dat het iets met 7 was? Ik had dat gevoel ook, hoor. Ja, ik dacht lijn 70. Oh my god. Als hij erin zat, zou hij denk ik ook al nou achteraan de bus gaan lopen. Ja, dan zou hij gaan zwaaien of binnen laten zien, weet ik veel. Oei. We zijn hem echt kwijt. Ja, we zijn hem echt kwijt. Oh, hoe kan je zo snel een bus kwijtraken? Een bus is zo'n groot, lang object. We hebben niks op een camera staan met kenteken. Nee, maar dit is er niet, anders hadden we hem al lang gezien. Nee, dat klopt. Dan had hij nog een zwaaitje. Maar deze bus rijdt wel richting Amersfoort nu. Nee, dat is wel slim om die sowieso te volgen. Ja. Nou, was er ook zo'n bushalte aan de zijkant waar die gewoon stond, waar wij voorbij hebben gereden. Hij zei, kom terug! Ik denk echt dat hij daar naar links ging, waar wij twijfelden om rechts te gaan, waar we uiteindelijk rechtdoor gingen, maar daar hadden we links moeten gaan. Het was rechts sowieso niet, nee, want er was te snel weer een bushalte. Ja, dat kan niet. Er moet meer ruimte. Het was rechtdoor of links en we hebben waarschijnlijk de verkeerde gepakt. Ja. Ik ben wel echt blij als ik vandaag weer zie op het station. Ik hoop ook echt dat hij... Zo'n reunie. Van een half uur. Nee, ik zie nergens nog... Noël. Oh, we zijn nou weg. Ja, daar staat hij! Hij heeft gewoon drinken gehad, wat? Kom.
Ik ben echt zo benieuwd. Oh joh, wat hij gaat zeggen. Ja. Hij was blij, maar volgens mij was hij echt blij. Ja, hij deed echt zo zijn handen naar beneden. Zo, oh yes, yes, yes. What? Oh my god. Is het random dit? Oh my god. Noël, na een jaar, kom, kom. Eindelijk zien we je weer. Ben je gegroeid? Hoe ben je groot geworden, jongen? Wow, je hebt gewoon drinken gehad. Wow. Ik heb één vraag. Ja. Toen jij de bus instapte, toen kwam je, gingen we richting een kruispunt. Hè? Ging de bus daar links of rechtdoor? Links. Zie je? Wij gingen rechtdoor. Ja. Ja, wij waren, je hebt ons geen één keer gezien, hè? Nee. Wij reden net achter een bus. Naar achter gaan. Ja, 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 zie je? Ja. Wij waren achter een hele verkeerde bus gaan rijden. Wow, zullen we het nog een keer doen? Hij twijfelde. Hij twijfelde echt van, ja, misschien wel, ja, was wel leuk. Hoeveel, ja. Wat is jouw saldo nu? Zullen we even kijken? Ja, we hebben saldo even. Nog eens. Zwart rijden! Nee, dit kan niet. Dit kan niet, er staat nog steeds. Bijgewerkt tot 16.12, 12 uur. 5.65. Moet je vanavond even kijken. Ja, dus dan is er nu wel wat vanaf. Maar dat maakt het alleen maar spannend. Ja. Dat we niet precies weten. Ja. Maar ga je nog een busje pakken? Kijk, nu wisten we dat eindstation Amersfoort Centraal waren. Anders waren we jou echt kwijt, hè, besef. Ja, ik heb ook geen telefoon, hè? Nee. Maar dat maakt het wel spannend. Ja. Je kunt alle twee niet. Dit is wel een soort van jachtseizoen, hè? Ja. Hey, daar gaat de boef. De boef gaat vluchten. Hey, stap jij maar in een bus, dan rijden wij erachteraan. Ja, naar mijn auto. Dat is geen goed idee. Nee, ja, spring gewoon op een auto. Nu op busje. Nee, maar ga jij naar het busstation? Dan gaan wij met de auto daar achter die andere auto staan. En dan als jij erin stapt, dan sein maar even zo zwaaien van ik ga hierin. En dan rijden wij erachteraan, ja? Oké, okay, geniet van je koffie. Hey, thanks. Rust gaan. Ciao. Yo. Hij is echt gek geworden. Dan doet hij het weer. Ja. Geniaal. Dit is zo goed. Wel, come on, hè. Hey, niet zoveel groei als de vorige keer, hè. Ah, het jaar geleden wel precies hetzelfde outfit aan als... Ja, inderdaad. Zo, wel bijzonder, dat outfitje meegegroeid. Nou, oké, okay, dan gaan wij weer in de auto zitten. Ja, ronde 2. Maar wel een dingetje. Hij stapt nu weer de bus in, maar zijn saldo is misschien nu wel zo goed als op. Ja, dus dan moeten hij wordt er wel uitgekikt op. Ja, dus we moeten die bus nu wel goed in de gaten houden. Kijk, dit is al spannend, hè. We rijden weg van het station, we zien hem nu niet. En we moeten hier keren. Ja. Oh, er rijdt een bus weg. Zit hij daarin? Ik zie hem niet meer staan. Volgens mij zit hij achterin. Ja, hij zit erachterin. Hij zit erachterin. Zit hij daarin? Hij zit erachterin. Wow, we zijn net op tijd. Hey, let op. Oh god. Let op, daar zit hij. Hij zwaait. Ja, hij zwaait. Hij zit in die bus. Wow, we zijn net op tijd. Oh my god. Oh, waar gaat hij heen? Hij gaat links. Nee, bus. Oh, de bus gaat links. Oké, okay, links. Oh, kijk. Oh, daar zit hij. Oh, we moeten die bus nu echt niet kwijtraken. Als we die bus kwijtraken, zijn we echt shark. De timing dat wij terug naar ons was echt niet normaal. Oh, yeah, yeah. Hij ging ook echt met de eerstvolgende bus. Ja. Ja, hij wachtte niet tot hij terug gaat. Hij denkt, stap gelijk in. Maar hij speelt niet vals, hè, met Jacques? Nee, zeker niet. Hij heeft niks van het voor gereden. Nee, hij gaat binnen 20 minuten gaat hij eruit. Het is nog steeds zo bizar hoeveel liefde jullie geven op de jachtseizoen aflevering. De allereerste aflevering. Meteen op nummer 4 gekomen. Trending 2020. Gewoon van het hele jaar. 4 de best bekeken video. Is echt absurd. Mijn eigen video staat op nummer 9. En ik in StukTV sta op nummer 4. Nou goed, ik sta wel 2 keer in de top 10 van Trending 2020. Dat is wel echt keihard. Huh? Maar dit is lijn 56 weer. Dus dit is de bus die precies weer teruggaat naar waar we van... Oh my god. En ja? Ja. Ja. Oh nee. Nee, dit is bus 56 die wij net volgden, die we niet moesten volgen. Want hij zat in bus 70, weet je nog? Dus geen idee waar deze heen gaat. Ja, en je denkt... Maar waarom zie ik hem niet meer zitten achter? Hoe mooi zou het zijn als je 2 bussen tegenkomt en we per ongeluk dan die andere bus gaan volgen? God. Net als je een keer niet checkt. Ja, net als we even gewoon even aan het chillen zijn en dan in één keer... Oh, wat? Oké, er zitten 2 auto's voor ons. Geen probleem. Weet je wat wel echt heel vervelend is? Ik moet zo nodig plassen. Dat moet ik echt straks even doen, hè, langs de weg. Oké. Nee, moet je even goed gaan timen. Ja, dan moeten we echt even goed gaan timen. Ik moet zo nodig, ik moet gewoon bijna mijn blaas. Ja? Ja, dat is niet. Dat zou ik net even moeten doen. Nee, zo net hadden we ook geen tijd. Nee, maar toen we met Noël waren. Oh, ja, maar toen moest ik nog niet. Nee. Ja. En nu ineens zo erg. Ja, nee. Is echt heftig. Maar ik blijf ook drinken. Hij was de hele tijd achteruit aan het kijken, maar hij reed gewoon langzaam. En nu moet ik snel weer. Ja, nu moet je, dan moet je snel. Dit is echt de grootste rotonde die ik ooit heb gezien. Hij zag ons echt niet. Nee, hij keek de hele tijd zo achter door die ruit. Oei. Noëlletje. Hé, wat nou als ik die bus inhaal? Helemaal naar voren rijd, ga plassen en dan zodra we in de auto zitten, dan rijdt de bus naar langs.
dat zou heel. Dan moet je wel weten ongeveer welke richting de bus rijdt. Ja, maar dit is alleen maar een weg die rechtdoor gaat. Ja, dan kunnen we wel eventjes. Die bus gaat stoppen bij die halte daar. Perfect. Oh, misschien moet Noël eruit. Ja, misschien. Dit is wel mannelijk, echt. Ja, dit is wel mannelijk. Oh, oké, we gaan even snel uitstappen en plassen. Oké, Thijs die gaat daar even plassen. Ik ga daar even plassen. Rustig dan. Ja? Oké, dit is perfecte timing. Ja, hij stopt hier. Hij zit erin. Ja, hij zit erin. Noël zit erin. Noël zit erin. Noël. Noël. Helemaal uitstappen. Die bus stopte niet. Nee, wacht. Hij liep naar het midden toe. Huh? Oh, ik denk dat die bus dacht dat een van ons wilde instappen. Oh, maar wij stapten in de auto. Ja. En Noël wilde ook uitstappen. Oh, ja, dat denk ik. Oké, okay, nu moeten we snel naar die bus. Hij stond eigenlijk met een OV-chip al om uit te checken. We proberen in te halen, maar dit lukt niet. We hebben rood. En daarachter heeft de bus groen. Zo, kijk hoe mooi die lucht is trouwens. Ja, oei, joh. Hier is het donker, daarachter is gewoon nog licht. Oh, die bus stopt weer. Oh, nice. Oh, daar gaat misschien Noël eruit. Ja, ik denk dat hij er daaruit gaat stappen. Ja, dat denk ik ook. Hij vindt het te spannend worden. Ja. Of hij moet plassen. Ja, dat kan ook. Ja, maar dan hebben we de boef gepakt, hè? Ja, dan hebben we. Kijk, we hebben nu groen. Oké, okay, daar gaan we. Okay. Is dat hem? Ja, dat is hem. Ja hoor. My man. Yay! Hey, Matje! Hey. Jezus, weer een stukje gegroeid. Kom erin, man. Hey, hoe is het allemaal? Ja, goed met jou. Hoppakee. Gezellig, hoor. Hey. Ja, hoe was het? Ja, ja? Vaker ja. En die bus ging nog 3 kwartier door. Ik dacht van de ruit. Waar ging die heen, weet je dat? Een van de laatste was Soesterberg Oost nog. En dan nog wel eens er nog eentje, maar dat duurde een kwartier. Zo, ja. Zo. Maakte een groot rondje. Nou, dat was geslaagd. Stop. Willen jullie nou dat wij de volgende keer Noël op de trein zetten? Laat het weten. En dan wel zo'n trein die gewoon rechtstreeks ergens een internationale trein. Dus zit ik hier eventjes lekker in de studio op mijn computer. Met nog steeds mijn 3 prachtige schermen met mezelf als achtergrond. Kijk eens even hoe gruwelijk. Echt geniaal. En wat gebeurt hier? We gaan een haartje verven. Wow. We hebben een haartje verven. Zo, kijk eens even. Ja. En wat wordt het? Het wordt grijs-wittig eigenlijk. En dat van jou, want je hebt zelf ook wat in haar. Ja, ik heb gewoon een spoeling. Dus niet geblondeerd, maar een spoeling. Dus dan wordt het ook een beetje grijzig, hoop ik. Ik denk als Marion het gaat doen, dan doe ik het ook gewoon. Ja, dat was het echt. Kan niet achterblijven. Ik zit tegen Thijs, ik ga denk vanavond de spoeling in mijn haar doen. En toen zei hij, wat spoeling? Ja. Dat kan bij hem ook, maar dan moest het eerst geblondeerd. Dus we hebben het nu geblondeerd. Geniaal hoor. Dus ik denk dat het geel is nu weer, als het eruit gaat. Ja? Ja. Ik heb het al 1 keer eerder gedaan, alleen toen was het niet zo... Toen was het een beetje grijsassig. Dus ik denk, ja, ik ga het gewoon ook een keer proberen. Maar we komen zo terug bij jou, als dit eruit gespoeld is, ja? Ik ga het er nu uitspoelen dan, ja? Ja, is goed. Ja, ik ben al geweest, dus bij mij hoeft niks te gebeuren. Ja, ik bedoel, ik... Yo bro, ik heb al see you in a bit, man. Ja, is goed, zie je zo. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, daar zijn ze weer. Ja, mijne zitten nog in hoor. Oh, dit is echt heftig, denk ik. Yo, what's up? 1-0 en Joost hier. Wow! Come on. Check ik heb het zelf nog niet gezien. Maar er moet nog een spoeling door, hè. Dus dit is de blondeer, maar dat is echt super goed gegeven. Super goed gepakt. Dit is heftig, hè. Hierachter, joh. Holy moly. Echt goed uit. Ja, en als het nu grijs wordt nog, ik denk echt dat het zo ziek hoor. Ja, denk maar ik. Ja, iedereen kijkt me verbaasd aan, maar ik heb geen idee. Dit is nog wel een beetje geel. Nou, ik ben benieuwd, dames en heren. Daar komt ie. Holy shit! Holy shit! Hey, maar ik vind het wel hard, dat zeg hoor. Hé, hey, niet dan? Maar het wordt alleen maar beter. Het wordt nu echt alleen maar beter. Mooi, joh. Hé, maar ik vind serieus deze kleur. Ja, het gaat dan grijs worden, maar... Ja, grijzer is wel beter. Nu het is wel een beetje geel. Boom in je face. Ja. Het is nu nog wel een beetje geel hier. Ik weet besef hoe donker je wenkbrauwen nu zijn. Ja. Maar je hebt nu 3 verschillende kleuren, hè? Ja. Je hebt rood, zwart en geel. Ja, we gaan de spoeling. That's me, man. Dat is dezelfde spoeling als die ik erin heb. Kijk, je ziet hier. Kijk nou, ja. Gelijk. Wordt het die kleur? Ja, dat is wel de bedoeling. Goed, ik heb hier zoveel zin in, hè? Jezus. Ja, wij gaan lekker spoelen. Is goed. Hey, houdoe. Houdoe. Oké, volgens mij zijn we weer bij een nieuwe update aangekomen. Wie is de eerste die naar binnen komt lopen? Ik. Wow, gaaf hoor. Zie je verschil? Nee. Nee, ik zie het zelf niet. Je ziet het zelf ook niet. Nou, jawel, je ziet het wel. Het is iets meer allemaal dezelfde kleur. Het is wel echt hier bovenop. Je moet even, ja, eerst moet Thijs even komen, want anders dan kan ik het even... Is Thijs helemaal klaar? Yo bro, zie je bij mij ook verschil of niet? Wow! Wow, yo! We stappen bij jou niet meer. Wie lijkt hij nu? Jimmy Neutron?
Jeroen. Holy shit, ja, gek. Ja, maar Jeroen heeft het een beetje omhoog gedaan. Nee, het moet naar voren, maar dit was even een prank. Dit is even een test. Ja, het moet naar voren, maar het is best lang hier zo. Ja. Zal ik het even snel naar voren doen? Kijk, hoe het eruit ziet. Geniaal. Maar hierheen, kijk. Dit is de color, hè? Nee joh, niet die. Hij wilde die verwarmde borst op de kijk, nu zie je wel eigenlijk wat grijs is. Wow, ja. Oh ja, nu zie je het. Serieus. Nee, maar serieus, je ziet het echt hoor. Net twijfelde je namelijk. Ik twijfel sowieso, want ik had gehoopt dat het nog grijzer zou worden. Maar het is nu wel echt grijzer dan dat het was. Ja, het is wel grijzer dan dat het was, dat klopt. Maar ik wou het gewoon net als Thijs. Kan ik dan een kammetje pakken waarmee ik een beetje? Deze. Het is wel nice geworden hoor, bro. Ja, toch? Ja, man. Ben ik jullie? Waarom doe jij het niet grijs? Ik weet het niet, ik denk niet dat ik dat durf. Ja, geniaal bro. Nu is zo'n afdak. Echt leuk gedaan. Ja, serieus. Geen gekke kleurtjes, gewoon grijs. Nee, je doet dat op die warm. Hij liet allemaal water vallen op dat ding. Je hoorde zo. En hij dacht, wat doet hij nou? Nee, dit ding zat in de fik of zo. Zo, helemaal smooth hoor. Echt hoor. Ik denk dat hij niet meer voor langsingel is. Nee, dat kan ik niet. Nou, Thijs Rip Instagram, je slaat hem met DM, man. Zeker maar ready to mail now. Maar wel cutie? Ja. Zeg dan Thijs met echte cutie nou. Ik wil die woorden horen. Het is dope, man. Zijn we lekker bezig geweest met hun haartjes hoor. Echt, hebben ze leuk gedaan. Wat een cuties. Oké, Thijs die gaat voor het eerst oogdruppels gebruiken. Ik heb deze van Marvin gekregen voor als ik te lang achter mijn computer zit. En ik zei net tegen de boys van, jongens volgens mij beginnen die oogjes te branden. Dus ik zeg, gooi even wat druppels in. Dat gezicht ook. Oh, kut ernaast. Doe jij even. Ja. Moet dat op je oog of in de oog? Moet erin klikken. Mag ik even lezen? Nee! Gooi je hem om mijn oog? Jezus Christus, ouwe. Zo. We hebben al 3 druppels verneukt. Zitten er 300 in. We hebben nu nog 297. Ik hoop dat het in die tijd lukt. Nou, let's go. In mijn oog, maatje. Oh, de boog. Hij knippert. Kijk, doe mij niet. Hij is helemaal zo. Dat werkt niet. Nee. Nee, weet je wat? Blijf jij maar zitten. Blijf maar zitten, wij gaan even naar. Nee, kom, ik doe het wel voor jou. Ik doe het wel voor jou. Ja, sowieso. Ja? Ja. Ja, komt ie? Hou open. Bijna. Ja, ik doe het wel. Je schrok je. Hij ving hem ook. Ik denk, ik eet vol met mijn ogen. Niet zo mij. Maar hij ging er wel in, toch? Ja. En die andere ook. Ja, nee, dit gaat niet meer goed. Jawel, joh. Ja, perfect. Zat erin? Oh, die was nice. Perfect. Ja, die zit er echt in. Oh, het lijkt alsof ik ze ook heb gehad. Ik heb helemaal huilen van het lachen, joh. Nou, ik kan gelijk weer weg. Ja, goeie? Ja. Oké, nice. Maar ogen zijn wel weer wat vochtiger, minder branden. Dat is geen grap. Ja? Ja? Nou, daar zijn ze ook voor. We gaan het uittesten. Ja, nou. Zie je over een half uur weer. Werk ze. Oh my god. Oké, dames en heren. Iedereen is naar bed en ik ga ook lekker pitten. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet er niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn... Vergeet er niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol, power.